Ik heb niemand om mee te spelen, zei ze tegen hond. Je kunt met mij spelen, zei hond. Ja, jij kent het verhaal al. De wolk wordt nog groter. Wordt nog groter. Ja. Hij wordt hier nog groter. Tijdens de nationale voorleesdagen is er veel aandacht voor het voorlezen van verhalen aan kinderen. Vaak wordt het voorlezen gedaan door papa of mama, misschien ook door opa of oma of door de juf of meneer op school. In de bibliotheek in Udenhout kwam woensdag echter een speciale gast voorlezen, namelijk burgemeester Theo Weterings. Ja, dat is een hele belangrijke dag om te stimuleren dat kinderen van jongs af aan worden voorgelezen. Het is voor de taalontwikkeling heel erg belangrijk. Het is ook gezellig, zowel als familieactiviteit als activiteit op school. En voorlezen is echt het begin van het leren van kinderen en het zorgen dat ze uiteindelijk ook taalvaardig zijn. En niet alleen de kinderen, maar ook de papa's en mama's vonden het leuk om naar de voorlezende burgemeester te luisteren. Ik was helemaal enthousiast. Ja, hoe merkte u dat? Om aan het zwaaien met zijn armen. Hij vond het heel leuk. En dan probeert hij de microfoon op te eten, of niet? Ja. Vond je het leuk, ja? Ja, hè? En ja, de ketting was mooi, Jara. Een hele mooie ketting had hij aan. Hartstikke leuk. Ja, waarom? Leuk dat zoiets georganiseerd wordt voor de kindjes. Ja. Dat er wordt volgelezen. Hè? Vond jij het ook leuk? Nu is de burgemeester wel gewend om te vertellen van een groep, maar dit was toch net even wat anders. Dat die kinderen al van het begin af aan meteen geïnteresseerd zijn, dat ze luisteren, dat een aantal van de kinderen het verhaal kennen, het echt meebeleven en dat is mooi om mee te maken. Wat vond je het leukste aan? Eten. Het eten?